Stilton, het mysterie van de gezonken schat. De hoofdpersonage is Geronimo Stilton. Op een ochtend kreeg Geronimo Stilton een brief van zijn tante Lily. Ze moest iets belangrijks vertellen aan Geronimo, Clem en Thea. Onlangs was ze het zolder aan het opruimen. Toen vond ze een gouden medaillon met een briefje daaraan. Op dat briefje stond waar het schip gezonken was, waar oom Subenhare 20 jaar geleden op zat. En waar het schip gezonken was. De volgende dag besloot tante Lily met Geronimo Stilton, Clem en Thea op schattenjacht te gaan naar het eiland Camembrio, waar het schip gezonken was. Na een tijd varen kwamen ze aan bij het eiland. De volgende dag ging Geronimo samen met zijn neef Clem en zus Thea de zee in. Hoe dieper ze in de zee gingen, hoe kouder en hoe donkerder het werd. En in de verte zagen ze opeens een schip. In dat schip lag een kist met diamanten. Geronimo, Clem en Thea werden achtervolgd door 2 andere muizen die kist met diamanten ook wouden. Gelukkig konden zij de kist met diamanten nog voor hun vinden. We gingen snel aan boord van ons schip. Naast ons schip zagen we het schip van de 2 andere muizen liggen. Een van die 2 muizen trekte de kist van ons boot. Gelukkig kon Geronimo hem nog op tijd vasthouden. We trokken er zo hard aan dat hij ineens in zee viel. We besloten nu weer naar huis te gaan, want we wisten niet waar de schat deze keer gezonken was. Dus we gingen weer naar huis. Na een tijd varen zagen we dat we niet op de juiste weg vaarden. In de verte zagen we een klein eiland. Daar op dat eiland was een hangmat en een hut. Geronimo zei dat hier iemand woonde. En ja hoor, hij had gelijk. Uit de verte kwam een boot aangevaren. En raad eens wie uit die boot kwam? Het was oom Subenhare. Tante Lily kon haar ogen niet geloven. Geronimo, Clem en Thea wilden allemaal weten wat er gebeurd was. Want hij had natuurlijk een heel bijzonder verhaal te vertellen. Einde.